De heer Hiddema namens Forum voor Democratie. Voorzitter, ik ben maar even heen en weer gelopen van ergernis. Het is weer het zoveelste ontluisterende moment wat ik mee moet maken, de confrontatie met deze staatssecretaris. Het is, voorzitter, weer verbale krachtpatserij. Het is ontluisterend. Ik ben nu getuige geweest van een staaltje krachtpatserij. Daar zou ik een vraag over kunnen stellen, maar zonde, want ik heb er maar twee. Maar ze heeft gezegd dat ze een taskforce in het leven roept, te midden van een heleboel bureaucratische rimbrand, een taskforce in het leven roept die desnoods met onmogelijke oplossingen komt. Mijn vraag zou zijn hoe ze zich die oplossing dan wel voorstelt, maar dan mis ik een vraag, dus die laat ik maar. Maar wat ik wel wil vragen is, 70 misschien miljoen... handig om in de microfoon te praten, want anders kunnen mensen het niet volgen. Dat moet ik... oh. Ja, die 70 miljoen, worden die klakkeloos uitbetaald? Zodra er een asielzoeker staat die zegt, hé, je bent te laat, de dwang zal mis gaan lopen, wordt dat klakkeloos uitbetaald? De staatssecretaris. Voert de staatssecretaris wel eens verweer tegen zo'n claim? De staatssecretaris. Voorzitter, dan wordt tegen alle procedures wordt verweer gevoerd door de IND. Bij wie? Bij de rechter. U moet bij... Tweede vraag, meneer Hiddema. Ik bedoel, en dat is geen vraag voor de zekerheid, of er verweer wordt gevoerd tegen een claim. Een claim die zegt, ik ben te laat, je moet me dit en dat betalen. Zegt de staat dan wel eens, dat doe ik niet, want, puntje, puntje, puntje. Nee, dat gebeurt nooit. Het is een automatisme. Men gaat naar het loket en men strijkt de centen op, 1 miljoen per jaar. Wat de staatssecretaris moet doen, en de vraag is, wil ze dat ook doen? Er is nog zoiets als het civiele recht. Als een asielzoeker zelf bijdraagt aan de vertraging die optreedt, om geld los te weken, dan is hij niet te goeder trouw met zijn claim. En dan kunt u de civiele rechter in kort geding vragen om die executie te staken. En dan krijgt hij geen cent. En als u slim bent, dan vraagt u subsidiair aan de civiele rechter, tenminste tot nadat op de asielaanvraag is beslist. Als dan blijkt dat het een bedrieger is, krijgt hij geen cent. Maar wat jullie nu doen als regering is gewoon klakkeloos dat geld weggooien. Er is helemaal geen verweer. En het enige wat we nu krijgen is een taskforce die met onmogelijke oplossingen moet komen. Nou, hier is die. De staatssecretaris. Voor verweer, ga naar de civiele rechter en begin een kort geding. De staatssecretaris. Voorzitter, als ik het even heb over het beroep niet tijdig beslissen. Dat is de rechter die daar een oordeel over velt en die de dwangsom per dag oplegt. En dan krijgt de IND de tijd van een aantal weken, 4 weken in principe, om alsnog tot een beslissing te komen. Als dat niet lukt, ja, dan gaat de dwangsom lopen. En dat is de rechter die dat bepaalt. Dank u wel. Nee, dank u wel. Dan dank ik de staatssecretaris voor haar antwoorden.